het is vandaag alweer maandag en we leven op 22 juli en het is 18 minuten over 1. Ja, hè, meisje? Ja, wat verdik je toch? Dus ja, van alles en nog wat te doen. Ik ben laat uit mijn bed gekomen. Verschillende redenen. Ik had er eerder uit gekund, maar als je wat nacht hebt gehad en je bent wel weer op tijd wakker. Je voelt je eigen gebroken, dan blijf je lekker erin liggen. Want jou, ja, en de dieren waren zo lief. Zelfs Gandalf, die wou vanochtend in de buiten. Ik deed hem naar buiten. Hij bleef voor de deur en een kopie omhoog. Want waar ben ik nou weer in? Dus die deur weer open. En meneer komt weer binnen. Oké, wat jij wilt hoor. Hij is ook weer naar boven gegaan. Enkel de enige die beneden in de kamer bleef vanochtend was Eowyn. Ja, één meisje toch. Dus ja, weer van alles te doen. Ik moet zien dat ik. Hopelijk dat ik de vaders ermee vol krijg. Want ja, het zijn wel een paar grote pannen, maar ik heb niet genoeg borden. Weet je. Ik zit ook al te denken aan het einde van de week, maar ongeveer zo plus minus. Het staat me niet op mijn rug, nee. Ik moet even boodschapjes doen, ook dat moet doen. Hey. Ik moet de camera's van gisteren dus nog leeghalen. Ook de GoPro, daar ben ik ook nog mee bezig. Dus ja, ik heb alweer genoeg te doen hier ook. En morgen komt niet Rebecca. Nee, we krijgen een nieuwe, want Rebecca heeft vakantie. Ja. Ja, we krijgen nou voor twee keer sowieso een dame die heet Fleur. En hoe laat komt ze? Ik heb het op een brief. Morgen dus, 23e, van 12 tot 1 uur 30, dus 1:30. Dan komt ze en donderdag idem dito. Mooi, en dan gelijk op een paddeltje hier, dus Marito. Ja, wat jouw meisje, ja. Maar oké, Fleur heet ze dus. Nou ja, oké, geweldig. Dan weet je dat ook weer. Zo, doen we dat weer op elkaar. Kijk, en daar zit een magneet aan die schaar. Dat is gewoon een schaar. Maar dat is eigenlijk een schaar die behoort om te kunnen. Nou ja, ik heb het al een keer wel geprobeerd, maar het lukte mij niet. Misschien dat ik iets verkeerd doe. Maar gaat ook niet weg. Nee, want ik heb het van mijn dierbare man gehad. Die had het. Ik kwam altijd met die zurre ideeën en alles in één ding. En ja, nou is het ook een magneet die houdt mijn papiertjes vast. Op de koelkast, zo is dat. Hé, wijfie? Ja. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je leven. Want het duurt maar even. Geniet van het prachtige mooie weer. Het waait wel als een raket, moet ik zeggen, maar dat is gisteren voorspeld. Dat het hier aan de kust en bij de Wadden zou waaien. Nou ja, het waait ook best. Maar ja, zo lekker. Het enige nadeel is als je met de deur open zit, zoals ik nu, alles stuift naar binnen. Maar ja, dan heeft dat hulpje morgen wat te doen. Ja toch? En bladeren raap ik wel op als ik erbij kan. Hé, ja. Nou, ze zegt vrienden, geniet. En tot later. Ja, lieve vrienden, ik ga me zo meteen klaarmaken. Het is 3:15. Ga ik me klaarmaken en dit keer even boodschappen doen bij de Vomar. Want ja, mijn vleeswaren is op, mijn kaartjes op, noem maar op. Ik ken daar niet veel meer van. De laatste ben ik mee bezig, dus er moet weer even een nieuwe lading komen. En dat komt allemaal goed. Het waait nog steeds behoorlijk, het is wel prachtig mooi weer. Maar qua wind, dan moet ik deze jas aan, die jek. Maar die is niet zo dik dan mijn lange jas. Dit is zo'n tussendoorjasje, weet je wel. Maar er zit nylonvoering in. Dus ik doe dat hele dunne jasje met zwart, wit en zwart. Doe ik er onderaan. Mocht ik het al warm krijgen, kan ik die dikker weer uitdoen. Ja toch? Ja. Komt allemaal goed. Ik ben bezig geweest met een app op mijn mobiel. Ja.
want ik werd gek van al die rotpasjes in jullie in mijn portemonnee. Hebben jullie dat ook? Want ik heb dus een app gedownload en daar staan ze nog veilig in. Op een paar na dat ik weer niet veilig vind. Nee, die behoud ik in mijn portemonnee. Want mijn portemonnee heb ik toch wel dagelijks altijd bij me als ik de deur uit ga. Dus ja, enkel er zit niet de cent in. Haha. Nee. Dus, maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook doen. En ja, ik ga de stad onveilig maken. En de winkels. En dan zullen we het beleven. Ik zou zeggen, tot later. Ik neem jullie trouwens nou niet mee. Nee, want winkel in, winkel uit. Nee, dat is niet leuk. Nee, en het is nog vol. Dus ik moet het toch nog leeghalen. Ik zou zeggen, tot later. Ja, en zoals jullie zien ben ik dus weer thuis gekomen. En ik heb boodschappen gedaan. En ja, Frodo, ik heb wat lekkers gegeven. En die geniet er al van. Hij is zo lekker bezig. Geweldig. Hé, is het lekker, man? Ja, hé. Is het lekker, hè? Kerel. Wat een dikkie dan. Ja, ik heb voor jullie ook lekkers. Zit nog in de tas. Hé, zit nog in de tas. Ja, er zit nog meer in. Dus ja, lieve vrienden, dat... En ik heb Karin en Roderick aan de telefoon, dus kan allemaal doorgaan. En ik heb een bakje koffie en ik heb die tekening. Daar heb ik een lijst voor gekocht. Dat is helemaal leuk en geweldig. En er staat er nog eentje rechtop, voel ik. Moet ik ook nog even naar kijken. Maar ja, komt zo wel. Ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, een hele goede morgen. Het is, even kijken hoe laat, 9:53 uur. Waarom ik zo courant ben? Nou, ik heb ten eerste een slechte nacht gehad, of dat wil zeggen, niet ziek of wat dan ook, maar gewoon niet kunnen slapen. Wel moe zijn, niet kunnen slapen. Dat, ik ben dus heel laat in slaap gevallen, maar ook weer gelijk bij tijd wakker. En heb ik een maagtablet ingenomen, want dat moet een half uur voor het eten. Ik denk, nou, dan blijf ik nog een half uur liggen en dan eruit, weet je. Nou, dat heb ik gedaan. Maar deze meneertje, die is een beetje ziekjes. Ja, ik zei niet hoor. Eeuwen niet. Nee, die zeurt alleen maar. Maar deze meneer is ziekjes, ja. Vanochtend vroeg op de slaap hebben we een beetje gal overgegeven. En nou er net in de tuin weer, dat ik heb praten. En een water eroverheen gegooid. Maar met al, staat de kat nou in een emmer. Ja, ook die moet even schoon. En jij moet eten, ja. Ja, dat zeg je vast, hè. Oei, oei, oei. Dus ja, gaan we eetjes maken voor jou, hè. Ja. En waar kandelvis, ja, die is naar buiten gevlogen. Die is, daar is die niet, daar is die ook niet, nee, die is verdwenen. Nou, die komt wel weer als die mij hoort met eten, dan hoort hij mij wel weer. En ja, en vandaag krijgen we een invalster voor Rebecca. Rebecca heeft 3 weken vakantie. Ik heb toevallig net weer een brief ontvangen. Van T-zorg, waar ik dus bij ben als cliënt, dat ik andere week erop weer dezelfde heb die ik nou krijg. En die heet Fleur. Ja, ja. En kijk, ik heb weer een tas met schone wasgoed staan om op te vouwen. Of ik er vandaag aan toe kom, weet ik niet. Want ja, ook dat ga ik doen, maar... Als eerste moet ik nog Frodo zijn kap gaan doen. Maar we gaan eerst even een hapje eten. Dat vind ik belangrijker. Dan zijn kap en dan de rest. Want ja, als ik wegga, moet hij die kap om. Dus ja, we zullen het beleven. Hoe we dat allemaal voor elkaar krijgen. Want ik wil ook vandaag graag de Juttersmarkt over. En ik schrok net al bij de poort. En dan moet het nog... middag worden,
Op de vlakte is het hier 21,5. In de kamer 24. En bij de poort, schrik niet, 44 graden. Ja, ik schrok me echt, ik weet niet wat. Wow. Ja. Kijk, ik zag nog eentje. Hé, hey, kom wel. Ook een goede morgen. Ja. Ja, jullie krijgen te eten, jongens. En meisjes. Ja, Frodo heeft nog eten. Die eet nou toch niet nadat hij zo is. Die heeft last van de warmte op zijn maag. Nou ja, dat kan gebeuren. Hebben wij ook wel eens last van. Ja, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van de dag. Doe het met een glimlach. Doe ik ook. Het is prachtig mooi weer. Wat wil je nou nog meer? Je kan hagel, sneeuw, regen, onweer, storm kan je krijgen. Maar daar wil ik liever over zwijgen. Ik heb liever de zon. Ja, daar geniet ik veel meer van. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet er ook maar van. Want het is er maar even. We hebben meer, meestal last van regen, etc. dan dit mooie weer. Dus geniet ervan. Zolang we het hebben, hebben we het maar weer. En ga niet zitten te mopperen over wat is het heet. Nee, want dan krijg je het juist heet. Je moet gewoon tegenovergestelde denken. Ik heb het koud. Ja, dan krijg je het koud. Nou, ik zou zeggen, geniet. Zo, lieve vrienden, ik heb de vaatwasser al aan het draaien, want dat is allemaal alweer schoon en opgeruimd. Enkel, ik wou dat ik wist, en ik weet niet of jullie dat zo zien. Ik zie het wel, maar ja, je moet het kunnen zien. Ik zie het door de camera heen. Deze achterwand, die zit vol met strepen. Ik heb alles al geprobeerd, ontvetter en alles. En het wilde niet af. Het zat er al op dat mijn man en ik hier kwamen te wonen. Ja, nou dat is alweer heel wat jaartjes geleden. Ja. Want mijn man die is alweer bijna 2,5 jaar weg. En we hebben gezamenlijk hier nog heerlijk kunnen wonen. Maar ik heb alles al geprobeerd, maar het lukt mij niet. Dus wie heeft er een tip? Ik heb ook koude thee geprobeerd, ik heb Dusty geprobeerd, dat is ontvetter, ik heb van alles geprobeerd, ja, ik weet het niet. Maar ja, je mag ook geen hete pannen erop zetten. Dan moet je of een handdoek of een treefje eronder zetten. Maar ja, het ontgaat je ook wel eens, omdat je het niet gewend bent, hè. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik ga nou lekker een bakje koffie inschenken voor mijzelf. En dan ga ik wasgoed opvouwen. En dan hebben we dat ook maar weer gedaan. Frodo's kap hangt buiten te drogen aan de moestuin. En dan ga ik bezig met de was. En dan hebben we dat ook maar weer gehad. Ja toch? Ja. O ja, vanmiddag komt ook Sandra van Cirello. Is ook zo. Nou ja, komt allemaal goed. Frodo is nog steeds niet in orde. Nee, arm beestje. Hij weet niet waar hij met zichzelf heen moet. Maar ja, het wordt er eigenlijk wat warmer op, zover ik weet. Want dat is gezegd. Daar is nou 22,5. Valt mee. Het einde van de middag zou het warmer lopen. Tenminste, eind van de ochtend zou het warmer lopen. 44 graden dan nog steeds. Dus het valt er allemaal nog mee, vind ik. Ja. Zoveel warmer is op de vlakte nog niet geworden. Nee. Maar oké, ik zou zeggen, geniet verder van jullie leven vandaag. Doe ik ook. Ik zou zeggen, doei doei. Ja, lieve vrienden, daar zijn we dan weer. Ik ben ook de markt al even over geweest, de Juttersmarkt. De huishoudelijke hulp Fleur is geweest en ze heeft het best gedaan, maar ze kon nog niet aan het dweilen toe. Nou, dan kan ze dat donderdag doen. Maar ze heeft wel overal gestofzogen, etc. Ze is wat langzamer dan dat Rebecca is. Ja, daar kan je ook niks aan doen. En ik ben weer op tijd thuis voordat Sandra komt van Cirello. Ja, dus ik ben gewoon eroverheen geweest. Ik heb niks gekocht, niks gedaan. Ja, ik heb even staan te praten. Met de man van de uilen, ja. En
Ja, die heeft het ook druk, 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 druk. En nog eens druk, dus ja. Zit er even niet in, maar het komt goed. Ik heb nou ook zijn nummer, dus het komt allemaal oké. Het is lekker warm. Het is genieten, vind ik. Maar ja, wie ben ik? Het is op de vlakte hier 25 graden. Op de vlakte. En bij de poort is het koeler dan het eerst was. Het is 31 graden. Ja, hij stond op 44, hè? 45, zoiets. Maar in ieder geval, dat scheelt toch alweer een slok op een borrel. Of niet dan. Maar oké, ik zou zeggen, geniet nog verder van deze mooie dag. Ik ga een bakje koffie maken voor mezelf. En ik ben bezig met een plaatje. Daar was ik al mee bezig voordat ik wegging. En ik was bezig te renderen, dus het komt allemaal wel weer goed. Ik heb nog genoeg te doen, zou zeggen. Tot later. Doei doei! Ja, lieve vrienden, ik ben buiten bezig met planten water te geven. En ja, er zijn bakken die lekker wat op de grond of over de picknicktafel heen. En Kandalf, die vindt me wat ik treuzond. Ja, dat is wel leuk. Ja, hé. Was dat mooi? Kom maar. Kom dan. Ja, kom dan. Wat is dat? Ik zet jullie lekker gezellig erbij neer, zou ik zo zeggen. Ga eens even aan de kant, man. Dan hoop ik dat jullie dat zo kunnen zien. Kom maar. Douche. Hé? Hé, jij een douche, man? Zo. Nou, die moet ook nog water. Ik wil even genoeg water hebben. Morgen weer die hit erop. Kom dan. Dan. Nou, wil die niet meer, hè? Heeft genoeg gehad. Nou, en in de moestuin, er staat niks. Die moet morgen weer. Die heb ik daar gehad. Kan dat? Kom maar dan. Wat is dat dan? Geen zin meer, hè? Zal ik nog eens wat doen? Meenemen. Ja.
interessant. Interessant. Komt bij je pootjes toe hoor. Oh, toch maar weer weg. Oeh. Ja, nou, we gaan naar binnen. Ik vond het wel even leuk. Yeah. Oh, pijn in mijn rug ervan. En wat doe je? Eigenlijk niks. Planten water geven. Maar ja, doet er niet toe. Zo, maar het moet wel gedaan worden. Ja. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. En ik zou zeggen, voor straks ook lekker slapen. En als jullie me niet warm te slapen kunnen, morgen gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!